Op zaterdag 15 mei 2004 trouwen Jan, Willem en Ellen in kasteel Huisberg in 's-Heerenberg. Die trouwdatum is bewust gekozen. Het is die dag precies 2 jaar geleden dat Ellens oudere zus Carla door een ongeluk om het leven kwam. En door op 15 mei te trouwen is Carla er vandaag toch een beetje bij. De keuze voor de sterfdag van Carla als trouwdatum is met name binnen de familie van Ellen enigszins omstreden. Ja, je kunt het inderdaad een sterfdag noemen, maar het is ook eigenlijk de laatste dag dat ze geleefd heeft. Dus een moment dat ze dichter bij je kan zijn, dat is ze denk ik niet. Dus dat is misschien ook wel de reden dat we die dag hebben gekozen. En voor sommige mensen is dat misschien wel moeilijk te bevatten, maar voor mij is dat gewoon belangrijk. En ik kan wel doen wat iedereen graag zou willen, maar ik ga trouwen met jou, Willem, en het is onze dag. En het zal een prachtige dag worden, waarop het jaarwoord wordt gegeven door 2 bijzondere geliefden. Ellen is een spontane meid. Ze is creatief. Ze pakt graag nieuwe dingen aan. Als kind zijn was ze al echt een bedehandje met een eigen willetje. Weet ook eigenlijk wel goed wat ze wil, maar was eigenlijk ook een hele poos nog met zichzelf aan het zoeken. En ik denk dat ze dat nu redelijk allemaal gevonden heeft. Soms niet altijd even snel met haar beslissingen nemen. Weet niet heel snel wanneer ze wat wil. Maar als ze iets wil, dan gaat ze er ook helemaal voor. Ik wil echt alles in de puntjes goed geregeld hebben. Impulsief. Heel creatief. En een heel warm persoon. Ze heeft een heel ander eigen willetje eigenlijk als je wil. Maar ja, Willem is echt een type die toch wel eens even op de vingers tikt. En dan zegt van Ellen, denk er eens eventjes over na voordat je dat doet. Sportief, vrij rustig. Nee, niks onbenulligs. Heel nuchter. Staat echt met beide benen op de grond. Dus echt weer op dat gebied een tegenpol van Ellen. Hij weet heel sterk wat hij wil. Hij zet ook echt lijnen uit. En volgens die lijnen werkt hij naar zijn doel toe. Hij wist gewoon wat hij wou eigenlijk. Van dit wil ik bereiken. Toen hij 12 jaar was, zei hij al dat hij bakker wil worden. Dus. Een vriendelijke, spontane jongen die heel erg kan opgaan in zijn hobby. En tevens zijn vak, zijn chocoladetoestanden. Ja, volgens mij is hij daar gewoon bijna een kunstenaar in. 6 jaar zijn ze nu samen, Ellen en Jan Willem. En ze zijn nog steeds even verliefd. Hij zegt gewoon af en toe lieve dingen van gewoon puur als je een keer de kamer binnenkomt lopen. Dat hij gewoon laat weten dat je bijzonder bent. Of het ziet er leuk uit. Of wat heb je lekker gekookt. Of gewoon echt hele kleine, simpele dingen misschien voor iemand anders. Maar voor mij betekent dat zoveel. Ik denk toch dat het een gevoel is. Dat je bij iemand op je gemak voelt. En je steunt elkaar. En ja, ze steunt mij ook in al die dingen die ik doe. En ik denk dat het toch wel heel belangrijk is. Dat gewoon ieder wel zijn eigen ding kan doen. En dat je elkaar helpt en eigenlijk niet belemmert in je ontwikkeling. Jan Willem Jansen wordt 29 jaar geleden geboren als zoon van een bakker in Overijssel. Hij wil in de voetsporen van zijn vader treden, maar dat is hem niet gegund. Hij heeft de bakkerij nog maar net overgenomen of hij blijkt in ernstige mate allergisch te zijn voor bloem. De zaak wordt verkocht en Jan Willem wordt chocolatier. Daarvoor moet hij echter wel naar Brabant verhuizen. Voor hem was die keuze op zich niet zo moeilijk, maar hij had in één keer wel mij om rekening mee te houden. Ellen heeft meteen gezegd van maakt niet uit waar je naartoe gaat, ik ga met je mee. Als jij gaat, dan ga ik met je mee. En ja, wat dat betreft volg ik hem naar het eind van de wereld en weer terug. Ellen Laarman is 28 en al van jongs af aan gefascineerd door paarden. Ze rijdt shows op haar Friese hengst in zelfgemaakte kostuums. De liefde voor paarden deelde zij met haar oudere zus Carla, die 2 jaar geleden bij een noodlottig ongeluk om het leven kwam. Dus, 10:15 s'avonds is dat geweest, op een dinsdag, 14 mei. Ze had net paard gereden en ja, ze wou net naar huis. En, ja, ik had al gehoord dat ze voordat ze ging paardrijden, dat ze al wat duizelig was geweest. Dus vandaar dat ik het voor mezelf eigenlijk plaats, omdat ze onwel is geworden. En, ja, ik denk dat dat de logischste verklaring is eigenlijk.
Ze reed op een lang landweggetje, zeg maar. Het was een beetje donker. En daar is ze of geslipt of onwel geworden of ja, wat dan ook. Dat is eigenlijk nog steeds een raadsel. En daardoor heeft ze een bocht gemist. En is in een slootje terechtgekomen. De auto is gaan kantelen. En precies met het glas tegen een boom aangekomen. Dus ja, die boom die heeft haar hoofd dusdanig goed geraakt. Ja, dat haar dat fataal is geworden eigenlijk. We waren geen super vriendinnen of zo, of super close. Maar we waren wel echt zussen. We voelden elkaar goed aan en we wisten wat we aan elkaar hadden. En als we problemen hadden of zo, dan... Ja, ze wist wel hoe ik mij kon voelen en omgekeerd ook. Dus. Omdat het zijn vak is, ontwerpt Jan Willem natuurlijk zijn eigen bruidstaart. Ja, ik wil natuurlijk wel heel iets speciaals maken. En dat verwachten de mensen natuurlijk ook van mij, dat ik iets speciaals maak. Ik wil dus ook een hele bijzondere bruidstaart maken, dan in de vorm van een piramide. Zie je van Ellen? Hij kan daar ook weer echt zijn creatieve ei in kwijt. Want hij heeft natuurlijk niet zoiets van het moet rond en het meest traditionele. Hij wil natuurlijk wel iets apart. Maar als je echt naar strakke vormen toe wil, dan moet alles van tevoren natuurlijk al berekend worden, uitgemeten worden, dat het straks ook een strakke vorm wordt. Jelse. Hey. Alles goed, bezig? Ja. Hoi. Is het wat geworden? Piekveen van elkaar, hè? Ja? Ja, cool. Erik, de neef van Jan Willem, heeft de taart voor hem gelast. Dit is wel mooi. Zo. Dus. Dit is hem, hè? Scherpe kant. Ja. Ja. Deze heb, die is veel scherper. Oh ja, dat is mooi. Ja. Ik heb een mooie scherpe hoek even straks zien. Hij loopt mooi door. Ja. Maar hij heeft ook tekeningen zet. Ja, erop. Zo weet je. Ja. Zo kun je het krijgen. Degelijk materiaal, wat wil je nog meer? Is mooi, hè? Ja. Jan Willem kan werkelijk alles maken van chocola. Als chocolatier-pâtissier hoort hij tot de top van Nederland en doet hij zelfs mee aan wereldkampioenschappen. Ja, voor veel vrouwen de ideale man. Hij komt iedere dag met chocola thuis. Dit worden de veertjes van witte chocola die rondom de taart komt staan, mijn eigen bruidstaart. Die leg ik vervolgens in een ronde buis. Een mooie kromming te krijgen. Zo, komen die veertjes komen dan helemaal rondom. Ja, daar is het. Tjerk. Ja, dat is mijn grootste concurrent natuurlijk, hè, Tjerk. Mijn tweede grote liefde. Mijn grootste vriend. Maar dan een Friese hengst. Een paard wat ik 10 jaar geleden heb leren kennen. Een super gave zwarte hengst. Hey, wat is ik behandel paarden eigenlijk net zoals mensen. Dus dat is, kan van mensen wel vreemd overkomen. Maar ik merk gewoon aan hem als ik er bijvoorbeeld 3 maanden niet ben geweest. Dan kan hij echt zo kijken van, dat is wel lang geleden hoor. En, en dan kan ik hem, als ik hem dan een beetje aai of wat ga poetsen. En een beetje met hem ga knuffelen of zo. Dan heeft hij zoiets van, nou. En nu is het alweer goed en nu ben ik toch gewoon weer blij dat je er bent. Ellen neemt haar hobby uiterst serieus. Omdat ze shows rijdt met de Friese hengst Tjerk, moet ieder detail tot in de puntjes verzorgd zijn. Helaas heeft ze niet meer zoveel tijd om aan haar passie te besteden als vroeger. Toen ze jonger was, uit de zicht uiteraard meer. En toen was dat een heel groot deel van haar leven en alles werd daardoor beheerst. Ik werd wel een beetje meegezogen door Carla, door de andere dochter. Maar het heeft haar heel erg beheerst. Toen ze haar eerste pony had, Cindy. Daar kon ze meer lezen en schrijven, zou ik bijna zeggen. Nou, lezen en schrijven kan ze zeker met Tjerk. In prachtige, zelfgemaakte gewaden laat ze het imposante dier doen wat zij wil. Het is echt een heel indrukwekkend paard. Ik heb niks met dieren. Het is niet zozeer dat ik er bang voor ben. Hij weet wel dat Jan Willem niet echt de paardenman is, om het maar zo te noemen. Dus hij is er wel heel voorzichtig mee. Jan Willem heeft ook ooit eens een keer een stukje op hem gereden. En dan loopt hij ook heel voorzichtig van dat hij bang is dat hij er anders afvalt. Ik heb er wel eens op gezeten, maar... Stappen gaat voor mij al eigenlijk te hard.
zei altijd van, als je met een huwelijk vraagt, moet dat wel speciaal zijn, want anders zeg ik nee. Ik zou het niet leuk vinden als je dit even onder de afwas doet of zo. Ik was wel een beetje voorbereid om er iets speciaals van te maken. Het was in Den Bosch. Het was op donderdag 15 mei. Sowieso een speciale dag voor mij, omdat het ofwel de sterfdag van mijn zus is en ook de laatste dag dat ze geleefd heeft. Omdat het natuurlijk een hele verdrietige dag is eigenlijk, om er dan toch ook weer een lichtpuntje voor de toekomst in te brengen. Ik denk dat hij weet wat die dag voor mij betekent. Ja, ik heb hem min of meer ontvoerd. We hebben gewoon gegeten. Maar ik had al op een gegeven moment zoiets van, ik weet niet wat hij heeft, maar hij is zo druk met eten op tafel zetten. En hup, daar kwam het toetje alweer. En ook druk met afwassen. En normaal wacht hij altijd heel braaf dat ik dat doe. We stonden samen af te wassen en ze wou nog een boodschap doen. Ik zei, nee, je mag niet weg. Nee, dat kan niet, zegt hij. Die had echt zoiets van, oh, dat gaat niet goed. Iemand die komt ons dadelijk ophalen. Uiteraard, nieuwsgierig als ik ben, wil ik graag weten wat hij dan gaat doen. Dus ja, toen moest ik natuurlijk wel vertellen wat we gingen doen. Het was vrij slecht weer. Het regende, het was bewolkt. De hele dag was het bewolkt. Het gaat vast niet door. En achteraf zei je Willem ook wel van dat hij heel bang was dat het niet door zou gaan. En ja, dan was het hele plannetje in duigen gevallen. En natuurlijk ook juist het moment van die dag was dan weg geweest. Dus uiteindelijk klaarde het op. Toen hebben we die luchtvaart gemaakt. Ik had een heel verhaal voorbereid, maar toen hadden we al drie kwartier gevaren of zo en toen had hij nog niks gezegd. Ik denk dat het tot de helft gereduceerd is, vanwege de zenuwen. Met de rug tegen de gasfles, hè? Op zijn knieën, ook nog in het mandje. Ja, de exacte tekst. Dat hij me gewoon heel bijzonder vindt en dat hij me absoluut nooit weer kwijt wil. In ieder geval het laatste was dat wilde ik met me trouwen. Ja, daar hoefde ik niet zo heel lang over na te denken. Ja, helemaal gelukkig. Ja, bij het eerste woord wat hij zei, had ik mijn tranen ongeveer hier al hangen. Ja, ze heeft ja gezegd, dus ik denk maar dat het voor haar bijzonder genoeg was. Hij als niet-romanticus was het toch wel heel bijzonder natuurlijk. Iemand die zelf zulke mooie jurken maakt, trouwt natuurlijk niet in de eerste de beste soepjurk. Ik verwacht dat ze wel dat ze in het wit is. Dat verwacht ik wel. Maar ja, het blijft natuurlijk voor mij een verrassing. Jazeker. Vergezeld door haar vriendin Dion gaat Ellen vandaag haar droomjurk passen. Zo, spannend vandaag de eerste afpas. We gaan zo meteen lekker de jurk aantrekken en dan gaan we daarbij alle leuke accessoires bekijken. Dus ik had al begrepen dat je een sluiertje wou. Hè? Dus hartstikke romantisch natuurlijk. Voor mij is het sowieso een jonge meisjesdroom wat in vervulling gaat. Het is iets waar ik al jaren over fantaseer. Voor Ellen is dat echt een droom, al van kinds af aan. Dus bijvoorbeeld een Sisi-film of zo, die heb ik denk ik al wel 30 keer bekeken. En dat is gewoon iets waar ik me heel mee kan plaatsen, zeg maar. Ja, ze vindt dat heel mooi, die sfeer waarin die films zijn opgenomen en zo. Ja, ik heb er zelf helemaal niks mee, hoor. Maar ik vind het interessant en mooi. Die mooie jurk en het wereldje eromheen en met de paarden. Daar gaat hij hoor. Dat hij nog net zo mooi is. Ja, kijk nou. Echt gek, zeg. Over het algemeen denk ik dat alles wel goed zal staan. Dus. Ik denk dat hij hem heel mooi vindt. Het zal waarschijnlijk wel een lange jurk zijn. Ik verwacht niet dat het heel kort is. En ze heeft natuurlijk altijd al gedroomd om een keer een Sisi-jurk aan te hebben. Dan weet ik niet of het helemaal die kant op gaat. Dat verwacht ik ook niet. En ik hoop gewoon dat hij echt een beetje overdonderd is. Zeg maar. Dat zou het mooiste effect zijn natuurlijk. Toen ze uit de paskamer kwam met de jurk, dat was het gewoon helemaal. Zoals ik haar ken, moet het gewoon echt er perfect uitzien. Ze zegt, mam, ik trouw maar één keer. En dan wil ik het ook perfect voor elkaar hebben. Ik denk dat het een vrij klassieke jurk is, die toch wel bij een kasteelachtig iets hoort. Alles staat haar mooi. Ze is gewoon een bruid. Een hoedje, hè? Ja.
we eens even kijken, hoe dat erbij is? Heel anders, hè? Kan het best, ik vind hè? Wel ja. Ervoor, ja. Sprekende ogen, dat kan niet. Ze verdwijnt niet onder het hoedje. De dag zelf, het gevoel dat je een beetje speciaal bent en de romantiek eromheen. Ik denk over het algemeen dat ze mij niet zal betitelen als romantisch. Jan Willem is natuurlijk niet op en top romanticus. En dat je dan toch zo'n dagje mee kan pakken, zeg maar, dat vind ik toch wel leuk. Voor die er voor 15 mei wil ik aan Frans Jozef wel zijn. Dat, En als Jan Willem dan toch in een romantische bui is, dan mag hij ook mee met het uitzoeken van het bruidsboeket. Dus ik wil heel graag iets waar echt veel rozen in komen. En het moet wel een beetje een wat luchtiger boeket worden. Ja, en dan komt 15 mei in zicht. En niet iedereen is even gelukkig met de keuze voor de dag waarop zus Carla 2 jaar geleden is gestorven. Ja, je kunt het inderdaad een sterfdag noemen, maar het is ook eigenlijk de laatste dag dat ze geleefd heeft. Dus een moment dat ze dichter bij je kan zijn, dat is ze denk ik niet. Dus dat is misschien ook wel de reden dat we die dag hebben gekozen. En voor sommige mensen is dat misschien wel moeilijk te bevatten, maar voor mij is dat gewoon belangrijk. En ik kan wel doen wat iedereen graag zou willen, maar ik ga trouwen met Jan Willem en het is onze dag. Maar ze heeft wel gevraagd in hoeverre of hij daar bezwaar tegen had. De aanzoek op zich was al geweest, maar de trouwdag is eigenlijk op dezelfde datum. Hè? Ja, voor ons erg moeilijk. Maar het is hun keuze. Het wordt ook moeilijk, want dat is gewoon iets verschrikkelijks natuurlijk. En dat je dan op deze manier er toch een draai aan geeft. Ja, vind ik wel sterk. Wij hebben eigenlijk gezegd van, dit is eigenlijk de dag dat Carla toch extra aanwezig is in gedachten. Dus ja, waarom niet? Je bent blij voor Ellen en je ziet je dochter daar stralend bij lopen. En met Jan Willem en dan denk je van, ja, Carla is er niet. Ik denk dat dat toch wel vaak door je gedachten gaat. Het geeft voor een klein beetje een sprankeling aan die dag. Nou, ik probeer ze zoveel mogelijk mee te nemen. Bij dingen die ik ga doen, zoals ook in de luchtballon, dan voel ik gewoon dat ze erbij is. En ook met kleding shoppen, gewoon echt iets heel geks. Dan ga ik gewoon kijken als ik iets tegenkom van, oh, dat had je leuk gestaan. Of een bepaalde muziek van, hé, zuske, daar hebben we ooit nog eens op paad gereden. Ik ben sowieso de week voor de trouwdag ben ik vrij. En ik wil gewoon heel graag zelf nog naar haar graf toe om daar wat dingen tegen te kunnen zeggen. Of een bloemetje neer te leggen. Of ja, toch ook laten weten dat ze erbij hoort te zijn. Hey, Suske. Ik weet wel dat niet iedereen het snapt, 15 mei, maar zaterdag ben je erbij. Al is het dan niet lijfelijk, maar in ieder geval bij ons in ons hart. En dan is het zover. We beginnen heel vroeg. Dionne en ik denk rond 6:30 moeten we al op. Want dan snel douchen en het haar doen en make-up en in de jurk hijsen. Want om 8:00 komt Jan Willem. Hey.
En het weer is prachtig en de gasten zien er hyperdepiepoepchic uit. Met hier en daar een frivol accentje. Nou, leuk toch? En wat feestelijk, die bloemen. Speciaal voor vandaag aangeschaft. Ja, speciaal voor vandaag gekocht. Ja, samen uitgezocht met de bruid. Ik heb dit aan voor vandaag nog wel, tenminste vanavond gaat het uitzoeken. Uit? Uitzoeken van deze outfit heb ik gedaan samen met Ellen en mijn oudste zus. Is toch netjes, hè? Ja. Goed voor de dag, hoor. Normaal loop ik weer overal aan, dus ik ben anders. Bruid en bruidegom, met jullie ouders, familieleden, vrienden en kennissen, hartelijk welkom hier op het kasteel Huis Bergh. Ja, en hoe graag hadden we vandaag ook niet de zus van Ellen hier in ons midden gehad. Carla. Carla die gestorven is op 15 mei 2002... Juist door deze dag te kiezen als jullie trouwdag, willen jullie hiermee haar gedenken. Ja, en op een dag als vandaag heb je zo dat gevoel alsof ze ons ziet en bij ons is. Ja, zoals bedoeld wordt de aanwezigheid van Carla vandaag gevoeld. Maar er is vooral plaats voor vrolijke gedachten. Ellen is vandaag tenslotte één dagje Sissy en Jan-Willem is haar Frans Jozef. Beste Ellen en Jan-Willem. Het kasteel Huis Bergh, dat is een plek met geschiedenis waar je bijna een vorstelijk huwelijk sluit. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan, elkaar daarbij de rechterhand te geven en mij vervolgens op de volgende vragen antwoord te geven. Jan-Willem Jansen, wilt u Ellen Laarman aannemen tot uw wettige echtgenote, wat is daarop uw antwoord? Ja. Ellen Laarman, wilt u Jan-Willem Jansen aannemen tot uw wettige echtgenoot? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik nu als ambtenaar van de burgerlijke stand van de trouwen in 2005 en vindt u het leuk dat wij er een mooi programma van maken? Bel of mail ons. Ja,